Op een school in Sliedrecht zitten de kinderen uit verschillende groepen 8 gezellig met elkaar te praten over het weekend. Wat hebben jullie nou weer in het weekend gedaan? Buiten komen 4 kinderen aangelopen van 8C. Die denken dat zij beter zijn dan de rest. Dat er vandaag echt stoer overkomen. Ja, zeker. Ja, moet je eens laten weten wie we zijn, joh. Ja. Wij zijn de beste. Ik weet echt niet wat hun probleem is, hoor. Ze doen zo raar de laatste tijd. Ja, echt. Hé, hey, stop eens eventjes. Komen jullie eventjes hierheen? Ik zag dat jullie met kinderen uit groep 8B aan het praten waren. Ik weet niet wat jullie probleem is. Dat zou ik jou eens eventjes vertellen, mannetje. We gaan gewoon niet met 8B'ers om. We kunnen toch gewoon met iedereen omgaan? Als jullie er niet bij willen horen, dan pakken we jullie wel even. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, meester. Hey, jongen. Tegen de leerkracht deden de kinderen alsof zij de liefste kinderen van de school waren. Maar na de middagpauze kwam hun ware aard naar boven. Oké, luisteren. We hebben wat belangrijks te vertellen. Wie zijn wij? Groep 8C. Ja, groep 8C. Dat kan veel beter. Wie zijn wij? Groep 8C! Precies. En als je bij groep 8C wil horen, dan moet je jezelf bewijzen. Daarom moeten jullie een fiets delen of iets kostbaars van een ander kind. Jullie moeten een kind pijn doen. Ik wil nog geen kind pijn doen. En jullie moeten een foto bewerken. En die op internet zetten. Maar dat is echt belachelijk. Kinderen hebben rechten. Kinderen pijn doen en dingen stelen, dat hoort er niet bij. Bas! Goedemiddag allemaal. Tekening. Ja. Dit is echt supermooi. Jongens, gaan jullie ook even zitten? Ja, meester. De andere kinderen hadden er genoeg van en waarschuwden de meester. Meester, wil je even wat zeggen? Ja, zeg het eens, jongens. Mitchell, Suzanne, Noël en Sanne. Ja, die zijn echt heel vervelend. Ach. Ze onderdrukken de hele klas. Nee, joh. Nee, joh, kom eens kijken. Hier, ze zijn hartstikke leuk aan het spelen met al die andere kinderen. Eens kijken. Ik wou dat al mijn kinderen zo waren. En dus ging het plan gewoon door en moest de eerste groep kinderen wat kostbaar stelen van de kinderen van 8B. Kom, ga de telefoon stelen. Ja, ik ga even op Instagram. Mijn jaszak is open. Mijn telefoon zit hier niet in. Hier niet in. Hij is kwijt. Dat was wel een beetje. De eerste groep had zijn taak volbracht. De tweede groep was nu aan de beurt. Dan moeten we kinderen pijn gaan doen. Hoe moeten ze pijn gaan doen dan? Kijk, daar dat meisje uit 8B. Zullen we daar kokend water overheen gooien? Hey, hallo, hoe gaat het? Goed hoor. Wat doe jij hier? De laatste groep moest zich nu alleen nog maar te bewijzen door de foto te maken, deze te bewerken en op internet te zetten. Mogen we misschien een foto maken voor jullie? Oh ja, is goed. Zullen jullie hier even gaan zitten? Ja, doe maar even duckface. Ja, gekke bekken. Ja, zo. Dat is een mooie. Goed zo. Ja, het ging ook wel. Kan nog erger. Oké, dankjewel. Dan gaan wij ermee aan de slag. Dan maken we er maar wat moois van. De groep stuurde de foto's naar de kinderen die ze konden bewerken. En zij verspreidden de foto's over het internet. Ja, en dan die tekstwolk erbij. Ja. Wat gaan we erin zetten? Het is fijn om lelijk te zijn, dat moet je doen. Ja, dat is een goeie. Al snel zagen de meiden hun bewerkte foto. Hè? Is dat die foto die de kinderen hebben gemaakt? Ik denk het wel. Wat hebben jullie nu weer gedaan? Is toch niet zo erg? Dit is vreselijk. Het blijft ons hele leven achtervolgen. We sluiten het voor goed op. En we komen er nooit meer uit. Ja. Ik zou nooit een man krijgen.
krijgen, omdat ze dan die foto's zien. Na een paar uur stond de klas voor de kast en kwam de waarheid naar boven. De leerkracht nam gelijk actie. Jongens, ik ben echt heel erg teleurgesteld in jullie. Het spijt ons, meester. Ja, daar heb ik even niks mee te maken. Ik wil dat jullie een heel erg lang opstel gaan schrijven over de recht op privacy en respect voor anderen. Snel daarna verlieten de meiden de kast en waren de daders de hele avond bezig om hun opstel af te maken.